Hoe word je wereldmarktleider met je jonge bedrijf? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Staan wij toe om dat even uit te leggen aan de hand van deze laarzen en deze dichtingsring. Dit zijn laarzen, dat kent u. Die laarzen, wel, dit zijn geen laarzen waar u zaterdags het gras mee afmaait. Nee, dit zijn heel specifieke laarzen. Dit zijn heel speciale, hoogtechnologische laarzen. Die worden gebruikt in de vismijnen, in de visindustrie, in de industriële sector, in de chemie. Dit zijn laarzen die voldoen aan de juiste technische eisen, vereisten, veiligheidsvoorschriften. Voor welke sector, hoogtechnologisch, met intensief gebruik, waar ook ter wereld. Die laarzen, daar heb ik het dadelijk over. En ik wil het ook uitleggen aan de hand van deze dichtingsring. Dit is geen springtouw, dit is een dichtingsring. Wat is een dichtingsring? Wel, u heeft thuis heel veel dichtingsringen. Dichtingsringen die zetten bijvoorbeeld dingen aan elkaar en vermijden dat er water lekt uit uw afvalsysteem. Dichtingsringen verbinden volumes met hoge en lage druk en dat de druk niet van de ene naar de andere mag vloeien. Wel, deze dichtingsring is de beste in de wereld. Om extreme hoge drukken aan de ene kant van extreme lage drukken aan de binnen- en de buitenkant van elkaar te scheiden. Dit soort dichtingsringen worden gebruikt in satellieten. Wel, wat hebben deze laarzen en deze dichtingsringen nu met elkaar gemeen? Niets. Maar ook niets. Dat had u al door natuurlijk. En toch. Deze laarzen en deze dichtingsringen zijn Belgische, Vlaamse producten. Dat zijn producten van twee verschillende Vlaamse, jonge, kleine bedrijven. Die bedrijven, jonge, kleine Vlaamse bedrijven, in heel de wereld wordt naar die producten gevraagd. Zijn zij de trendsetter? Zijn zij die bepalen wat de norm is voor de toekomst? Dat zijn jonge, kleine Vlaamse bedrijven. Wel, de vraag is nu, hoe kan dat? Wel, 10, 15, 20 jaar geleden was dat onmogelijk. 15 jaar geleden moest u een groot bedrijf zijn om het in de wereld te maken. Een groot bedrijf met veel geld, met veel tijd, veel geduld, veel inspanningen om waar ook ter wereld zich te vestigen, inspanningen te doen op de markt, technologisch, productie enzovoort. Wel, er zijn drie hoofdredenen waarom dat vandaag niet meer moet. Een groot bedrijf zijn om de wereld te veroveren. Ten eerste, de economie, de wereldeconomie, de wereld is veranderd. Ten tweede, bedrijven kunnen vandaag winnen door wat we noemen superspecialisatie. En ten derde, de ondernemer zelf. Ten eerste, ja, dat werkt u allemaal, de wereld verandert. Of we het nu willen of niet, maar de grenzen tussen landen, zeker handelsgrenzen, economische grenzen, zijn in de wereld verlaagd. Vandaag is het evidenter om waar ook ter wereld, of het nu in IJsland, in Chili of in Australië is, om economisch financieel met goederen grenzen over te steken. Dat merkt u ook. Als u morgen thuis in de zetel een bestelling doet op een Chinese online website, met veel geluk, drie dagen later, het productje van €5 wordt u thuis afgeleverd. Heel die weg afgelegd, zowel de data, financiële, als het product. Maar evengoed, en dat zou u zelf kunnen, u googelt verder, u gaat verder en u ziet en u wil een aantal kubieke meter in een zeecontainer bestellen die van Antwerpen over Singapore naar Australië gaat. Ook dat gaat. Die grenzen, politiek, geologisch, zijn verlaagd, in elk geval. Ten tweede natuurlijk, al vermeld, heel het internet. U kent dat, u weet dat. Dat internet, of we nu willen of niet, heeft ertoe geleid dat heel veel informatie toegankelijk, gratis veelal, toegankelijk, zonder taalbarrières bijna, is geworden. Wij kunnen mensen vinden, wij kunnen mensen bereiken, wij kunnen mensen identificeren, wij kunnen informatie vinden die we vroeger, die was er wel, maar zeer moeilijk konden vinden. Die wereld heeft grenzen doen laten zakken die handel, interactie met andere landen, andere markten, waar ook ter wereld, mogelijk makkelijker heeft gemaakt. Dat is niet voldoende. Een tweede evolutie is wat we bij de bedrijven zelf zien in hun productiesysteem. Vroeger was het nodig dat u heel veel produceerde. Wel, dat is vandaag nog nodig om een grote te zijn, om de wereldmarktleider te zijn. U moet nog altijd veel, want anders bent u niet de leider. Maar vroeger moest dat veel van hetzelfde zijn. Vroeger was u groot
een grote fietsenmaker als u veel dezelfde fietsen maakte. En dat was de enige manier om te groeien, veel dezelfde fietsen maken. Vandaag moet dat niet meer. Superspecialisatie in productie betekent dat vandaag productiesystemen, technologische oplossingen om dingen te maken, veel meer software zijn geworden en veel minder hardware. Vroeger werd een machine gemaakt om iets 100.000, miljoen, 10.000 keren hetzelfde te maken. Vandaag worden die machines nog gemaakt, maar men gaat ervan uit dat die om de zoveel tijd, om de zoveel uur, minuten, weken, omgesteld worden en zeer snel een ander product of een aangepast product of een iets andere kleur of een iets andere vorm. Is het nu in de voeding of is het in een industriële toepassing? Productie is vandaag veel flexibeler. Men kan specialiseren, men kan kleinere, wat we noemen batches, produceren tegen een niet veel grotere kost, omschakelkost. En natuurlijk niet alleen het maken is een superspecialisatie, ook het vermarkten kan supergespecialiseerd. Daarnet gemeld, maar opnieuw, sociale media laten ons toe om morgen een product te verkopen aan de tweelingen in een straal van 50 kilometer rond Dublin. Wij kunnen alle tweelingen in 50 kilometer rond Dublin kunnen wij identificeren. En met een beperkte kost, dat kost u geen 1.000 euro, kan u die mensen bereiken, daarbij adverteren, daaraan verkopen. Die systemen bestaan. Superspecialisatie van kleine batches, kleine volumes van producten, op kleine groepen klanten, industrieel of consument, wordt vandaag niet meer afgestraft. Die superspecialisatie is een belangrijke voorwaarde, maar niet de laatste. De laatste voorwaarde is de ondernemer zelf. Die ondernemer is vandaag een globetrotter. Een globetrotter, niet alleen fysiek, reëel, reist de wereld af, doet dat niet altijd even graag, maar doet het wel, lost de problemen op waar ze zijn, heeft heel service getinte initiatieven en is daar waar hij moet zijn, maar die is daar vooral ook in de geest. Global mindset heet dat dan. Dat is iemand die evengoed zich in Singapore, in Chile, in Australië, in Rusland kan bewegen. De taalbarrière die lossen we wel op, maar die evengoed kan meedenken met een Australiër als met een Canadees, als met een Afrikaan, van welk land, met welke problematiek dan ook. En als morgen een contract binnenkomt uit Zuid-Korea, dan is dat een contract uit Zuid-Korea. Als het volgende uit Luxemburg komt, dan is het uit Luxemburg. Dat is natuurlijk iemand die door die specialisatie, die superspecialisatie, in een enorme dynamische wereld veel risico neemt. Dit soort bedrijven zijn bedrijven die niet allemaal overleven. Dit zijn born globals. Born globals die van bij de start, van bij de oprichting, de enige ambitie die ze mogen hebben is de wereld veroveren. Want vandaag haalt u het niet met die ringen, die dichtingsringen, alleen in België te sluiten. Het aantal satellieten dat in België gemaakt wordt, is net te klein om daarvan te leven. En zelfs die rubberen laarzen, zelfs die laarzen, die markt is veel te klein om vandaag zelfs in West-Europa daarvan te kunnen leven. Zij moeten van in het begin, born global, de wereld als ambitie hebben. Dat is niet min, dat is een ingesteldheid, dat is een zware ambitie, dat is ook een zwaar risico. Maar als ze daarin slagen, dan domineren zij, ook als klein bedrijf, de markt. Dus hoe slagen dan kleine bedrijven, jonge bedrijven, om vandaag, morgen, overmorgen toch wereldmarktleider te zijn? Wel, ten eerste, we gaan ervan uit dat het kan. Dit soort bedrijven hebben laten zien dat het kan. De vraag is of een bedrijf het wil. Als ze het willen, dan moeten ze om kunnen met die enorme dynamische wereld, zowel online als offline, die grenzen die vervagen. Dan moeten zij die superspecialisatie binnen hun productie en hun marketing omarmen. En tenslotte moeten zij de global trotter in mind zijn, moeten zij de wereldburger zijn. Die drie dingen samen zijn belangrijke ingrediënten. En dan nog wat geluk om uiteindelijk een born global te worden, om als klein bedrijf de wereldmarkt te veroveren. Alsjeblieft.